Zo, daar zijn we weer. Het is ochtend en ik heb honger. Dus ik ga eventjes iets lekker snacken. En dat wordt vandaag de camembert van de Euroshopper. Het is een handig snackje. Het is 250 gram. Nou, het is net goed voor één maaltijd. En, ik heb hem even in de magnetron gelegd. En ja, dan ben ik bang dat ik het iets te lang heb gedaan. De bedoeling was dat hij wat warmer werd, weet je. En, ja, het koffiezetapparaat bleef maar lopen. Nou heeft het er eigenlijk 1,5 minuut in gelegen. En het is eigenlijk veel te lang. Wat is camembert eigenlijk? Camembert is dus een soort kaas. En wat heel veel mensen blijkbaar niet weten, en dat geldt eigenlijk voor de meeste kaas, is dat het eigenlijk verschimmelde melk is. Dat wil zeggen, je hebt de bestanddelen caseïne. Daar komt de naam kaas vandaan. En dat wordt uit de melk gehaald en daar komt een schimmel bij. En dan gaat het eigenlijk rotten. Eigenlijk is dit dus rotte kaas. Waar zeg maar de caseïne of de melkvet of de suikers omgezet zetten. En daarom smaakt hij ook zo bitter. Het is precies hetzelfde met alcohol en wijn. Want wijn is eigenlijk gewoon rotte druivensap. En dit is dus verschimmelde melk. En daarom is het ook zo gushy. Ja, nou goed, we gaan ons eerst hapje doen. Ik hoop dat het me niet verbrandt, want het is een beetje heet. En je moet hem dan niet te lang in de magnetron leggen, want dan wordt hij een beetje ranzig. Dat is wel jammer. Maar ik geloof dat ik net mijn geluk heb gehad. Je kan hier wel zien, als je, het smelt erg snel. En het is dan een soort vet. Even kijken. Het loopt nog, ja, het loopt wel een beetje. Kijk, het klapt. Er zit best wel veel vet in, geloof ik. Even kom. Nou ja, 100 gram. Laat even zeggen, 100, per 100 gram is het 260 calorieën. En dit is 240 gram. Laten we zeggen dat zo'n kaasje 700 calorieën is. Dat valt eigenlijk wel mee. 52 gram is vet. En ja, nou ja, maar het is wel best wel vet. Nou, het zit in patat ook wel hoor. En als je honger hebt, dan kun je beter dit eten dan patat. Want patat, ja, dat is een koolhydraat. Dat wordt heel snel verteerd. Dan heb je zo weer honger. En dit vult je maag. Ik heb een tijd lang een Atkins-dieet gevolgd. Waarbij je dus alleen maar vlees en vet eet. En geen koolhydraten. En daar viel ik ook inderdaad van af. Alleen het punt was dat alleen vlees en kaas en vis eten, ja, dat is toch vrij eentonig. En daar hou je het na een jaar eigenlijk niet op vol. Na een tijd ben je wel eens een stukje cake. Of je wilt een aardappel. Maar dat mag niet. En na een tijd, ja, dan ga je dat toch doen en dan gaat het mis. Maar tegenwoordig moet ik het dus mee oppassen. Want tegenwoordig eet ik weer normaal en ik eet alles. Maar er is dus een tijd geweest dat ik op één dag gewoon vier van deze dingen weg at. Nou, laatste hapje. Hop. Ja, het is gewoon camembert. Je hebt betere camembert. Als je de camembert van 2, 3 euro koopt, daar zit wat meer karakter in. Dat kun je ook een beetje krijgen door dit een paar dagen te laten staan, of een paar weken zelfs. Want kaas, ja. En dat rijpt eigenlijk alleen maar als je dat bewaart. Dat kun je ook gewoon buiten de koelkast bewaren. Dat is misschien zelfs ook belangrijk. Dan wordt hij wat sterker. Ja, voor gewoon even te eten of een broodje. Niks mis mee. Nee, dat was hem. Weer wat geleerd. En tot de volgende keer.